Vergeet wat je weet over onderwijzen en begin met wat je weet over leren. Dat is wat we iedereen vertellen die ons gebouw binnenkomt. Bij AGRA leren we leerlingen om hun eigen leerproces vorm te geven, zonder vakken, klassen, lesroosters of leeftijdsgroepen. We leren ze hun eigen doelen na te streven en hun eigen uitdagingen, challenges, aan te gaan en af te ronden. Als leerlingen bij AGRA starten, vragen we ze: wat wil je maken, doen of leren? Hun antwoord is ons vertrekpunt. Mijn naam is Rob Roemen. Ik ben teamleider bij Nikkei AGRA Roermond. En dit wordt een verhaal over hoe en waarom we gestopt zijn met onderwijzen, de nadruk zijn gaan leggen op leren, dat begint bij inspiratie en motivatie. Bij AGRA geloven we dat school een goede mix moet zijn tussen Harvard University, een boeddhistisch klooster, een creatief laboratorium en marktplaats. En dat het moet voelen als Disneyland. Harvard University, omdat het een plek moet zijn waar alle kennis van de wereld toegankelijk is. Maar dat is makkelijk. We hebben internet in het gebouw. Een boeddhistisch klooster. We zijn niet gelovig, maar we vinden wel dat je je heel erg op je gemak moet voelen bij ons. Een creatief laboratorium, dat je alles kunt creëren en maken waar je ook maar over na kunt denken. Van een go-kart, tot een robot, tot een mooie trui of broek. En een marktplaats. Daar komt onze naam vandaan. AGRA is de oude naam voor een Grieks marktplein. Een plein waar je kunt debatteren, interacten met anderen, nieuwe dingen kunt zien, geïnspireerd wordt door anderen en waar jij anderen kunt inspireren. En tot slot moet het natuurlijk voelen als Disneyland. Een plek waar je vol verbazing rondloopt, in de verte dingen ziet waar je naartoe wil en personeel rondloopt dat je behulpzaam is. Kortom, een plek waar je gelukkig en geïnspireerd voor rond kunt lopen. Zo ziet onze school eruit. Het is een plaats waar alle mensen die er werken erop vertrouwen dat kinderen willen leren. Als we hierover twijfelen, doen we ze tekort. Er bestaan geen kinderen die niet willen leren. Er bestaan wel kinderen die niet willen leren wat we ze willen vertellen. Dat is niet hun probleem, maar dat van ons. Onze lokalen zien er zo uit. Want school zou toch op een minst een plek moeten zijn waar kinderen zich gelukkig voelen. Het moet een plek zijn waar je zelfvertrouwen krijgt, geïnspireerd en uitgedaagd wordt. En een plek waar je je thuis voelt. Dit is mijn dochter. Een paar dagen voordat ze hier zo fietste, had ze een driewieler, waarbij de pedalen op het voorwiel gemonteerd worden. Jullie kennen het vast. En die driewieler kreeg ze niet van de plek. Ze moest er gewoon te hard voor duwen en dat kon ze nog niet. Tot mijn buurvrouw langskwam met dit fietsje en zei: hier, dat is wat voor als Alice groter is. Mijn dochter zei tegen mij: nee papa, ik wil het nu. En ik dacht, dat lukt nooit. Maar na wat aandringen van Alice ben ik toch maar met haar gaan rennen. Jullie kennen het wel. Je pakt haar bij de nek, loopt ernaast en begint te rennen. En na een kwartiertje vond Alice het goed geweest. Ze huilde en we konden naar binnen. De dag erna kwam mijn dochter weer naar me toe en zei: pap, mag ik nog een keer oefenen? En we gingen weer naar buiten en eigenlijk vertrok zich een beetje hetzelfde verhaal. Rennen, na 20 minuten was mijn dochter het moe, huilen en na het huilen konden we naar binnen. De derde dag kwam ze helemaal niet naar me toe, maar op de vierde wel weer. En na een paar minuutjes zei ze tegen mij: pap, laat me nu maar los. En toen fietste ze dit stukje. En natuurlijk vertel ik jullie dit omdat ik hartstikke trots ben op mijn dochter. Maar ik vertel het jullie ook omdat er een buurman van me naar me toe kwam. Net nadat dit filmpje afgelopen was. En hij zei tegen mij: hoe oud is ze? En ik zei: ze is 2 en 9 maanden. En hij zei helemaal niks terug. Hij ging naar huis, pakte zijn zoon van 5, pakte de fiets van zijn zoon van 5, zette hem erop en begon met hem te rennen. En s'avonds stond hij bij mij aan de deur. En hij vroeg aan mij: hoe vaak heb je dat met jouw dochter gedaan? En ik zei: elke dag ongeveer een kwartiertje. Nou, dat deed hij ook. 3 weken lang. Elke avond zag ik hem rennen met zijn zoon. En weet je wat het eindresultaat na 3 weken was? Het eindresultaat was dat zijn zoon een hekel had aan fietsen. En waarom vertel ik jullie dit verhaal nou? Nou, ik vertel jullie dit verhaal omdat ik dat een hele domme vader vind. Want hij vergeleek zijn zoon van 5. Met mijn dochter van nog geen 3 en vond dat zijn zoon achterlag.
Als hij aan mij had gevraagd of mijn dochter al kon schaatsen, dan had hij een hele trotse vader kunnen zijn, want dat kon zijn zoon wel al. En dat is eigenlijk precies wat we in het onderwijs ook doen. We vergelijken alle kinderen met elkaar. En als we zien dat één of meerdere kinderen iets niet kunnen wat de rest wel al kan, of wat een paar kinderen kunnen, dan raken we in paniek en denken we dat ze achterliggen. Bij AGRA beginnen we niet ergens aan omdat het moet. Bijvoorbeeld omdat andere scholen wiskundeles hebben in de brugklas. Dat wil niet zeggen dat wij ook met wiskunde beginnen. Wij beginnen met een leerling ergens aan omdat hij geïnspireerd of gemotiveerd is om dingen te doen die hij niet zo leuk vindt. Zodat hij dingen kan bereiken die hij wel leuk vindt. Net als mijn dochtertje hier. Zij wilde heel graag leren fietsen. En daarom vond ze vallen niet zo erg. En uiteindelijk leerde ze het daardoor toch. En dat buurjongetje van mij, die leerde ook nog fietsen. Want in Nederland is er geen enkel kind dat voor zijn 8e niet wil leren fietsen. Die pa moet gewoon een beetje geduld hebben. Uiteindelijk leren we het allemaal. Nou ja, genoeg voor mijn dochter. Nu even over mijn vrouw. Stel je voor, ik ben met mijn vrouw op vakantie en we komen hier aan. Dan zegt mijn vrouw tegen mij, nou Rob, dat doe ik niet meer mee. En dan ga ik mijn vrouw vertellen, net zoals ik dat vroeger toen ik nog wiskunde gaf op school, deed. Hoe mooi het wel niet is aan de overkant. En dat het wel heel goed voor mijn vrouw zou zijn als ze met mij naar de overkant gaat. En dan ging ik haar vertellen dat aan de overkant een heerlijk restaurant is. Met een uitzicht nog mooier dan dit. En met eten zo lekker had ze het nog nooit gehad. Kortom, ik ging het mooi maken voor mijn vrouw. In de hoop dat ze toch mee naar de overkant liep. Nou ja, mijn vrouw zou dan tegen mij zeggen, maar Rob, het eten in het hotel gisteren was toch ook niet slecht. En ik weet niet hoe het bij jullie thuis gaat, maar als mijn vrouw dat zegt, dan gaan we niet de brug over, dan gaan we terug naar het hotel. Nu stel je voor, we konden die dag opnieuw doen. Ik lig lekker bij het hotel aan het zwembad en mijn vrouw komt naar mij toe. En die zegt, ik hoorde net bij de receptie van mensen tot ze gegeten hadden in een heerlijk restaurant met mijn favoriete eten, met een geweldig uitzicht. Hij schijnt er ook nog heel mooi naartoe te kunnen wandelen. En ik zou tegen mijn vrouw zeggen, oké, als jij de weg vindt, loop ik achter je aan. En na 1,5 uur door het bos en door de bergen lopen, komen we op dit punt. Als mijn vrouw nou de hele tijd de weg heeft gezegd, en de kaart had, zou ze dan ook direct zeggen, dat doe ik niet. Of zou ze dan hem tegen mij zeggen, ja Rob, ik word hier wel een beetje bang van. Ik wil het op zijn minst proberen, weet je wat? Hou jij je handen voor mijn ogen? En hou me ook goed vast, dan probeer ik het. En als dat niet lukt, zou er niet een weg zijn door het dal om daar toch daarboven uit te komen. Dan doen we er maar langer over. Of als dat niet kan, zouden we dan niet morgen met de auto om deze bergen heen kunnen rijden en van de andere kant naar het restaurant kunnen lopen? Waarom vertel ik dat nu? Nou, ik vertel dit omdat als de weg aan het doel en het doel van degene is die aan het leren is, dan vraagt hij vanzelf om hulp aan de mensen die erbij zijn. En zo willen we bij AGRA ook met leerlingen omgaan. Leerlingen werken bij AGRA dus niet aan onze doelen of aan ons curriculum. Leerlingen werken aan hun doelen. Wat leerlingen willen komt op de eerste plek. En dat kan van alles zijn. Leerlingen willen uiteindelijk het curriculum wel kennen, want ze willen succesvol zijn. Ze willen de centrale examens en hun diploma halen. Dan moet je gewoon van wiskunde hetzelfde weten als alle kinderen op alle andere scholen in Nederland. En dat weten die kids maar al te goed. Genoeg wel over mijn eigen familie. Ik wil nu graag over deze kindjes praten. En deze zijn trouwens niet van mij. Ik vind dit een hele aardige foto, omdat er van die sponsen in het water liggen. En die sponsen in het water zijn even groot als die sponsen in het hoofd van die kinderen. Hun hersenen. En een spons is een natuurproduct. Als je een spons in het water gooit en je raapt hem op, dan kun je water meenemen in de spons. Daar heb je helemaal niks voor hoeven te doen. Ik heb nog nooit iemand een emmer water in een spons zien proberen te proppen. Ik zie wel het omgekeerde, mensen die de spons er even in leggen. En met die spons in je hoofd, jouw hersenen, werkt het eigenlijk precies hetzelfde. Als je zorgt dat jouw hersenen in de juiste omstandigheden komen, dan zuigen ze kennis op. En wat we bij AGRA doen is kinderen proberen te leren hoe ze die spons, die hersenen, in de juiste omstandigheden plaatsen. Want het kan niet anders dan dat je dan kennis opzuigt. Ik zal een voorbeeldje geven.
Stel je voor, ik wil Spaans leren en ik vraag aan mijn coach, aan Abra, een boek, een Spaans methode. Dan denk ik, als die coach mij een beetje kent, dat hij begint te lachen. En die zegt dan tegen mij, Rob, weet je nog, de vorige keer dat je een taal wilde leren en om een boek vroeg? Na een week lag het boek al in een hoek en deed je er niets meer mee. Je moet een andere manier bedenken die beter bij jou past, zodat je echt Spaans kunt leren. En na een paar dagen denken kom ik met de oplossing. Ik heb namelijk een kennis gevonden die ook Spaans wil leren. En dat werkt al heel goed, want dan heb ik een buddy. Iemand die het ook wil en waar we samen afspraken kunnen maken over hoe we Spaans gaan leren. Zodat ik het niet alleen voor mezelf doe, maar ook voor hem. En dat we het samen kunnen doen en er ook samen over kunnen praten. Hij blijkt ook nog, net als mij, heel veel van Belgisch bier te houden. Dus we spreken af elke dinsdagavond bij elkaar te komen. En aan elkaar, in het Spaans, uit te leggen wat er zo speciaal is aan dat ene Belgische biertje. En binnen no time babbelen wij over bier in het Spaans. En als we wat verder zijn, dan gaan we misschien wel samen naar Spanje. En babbelen we daar met de opa in het Spaans. Dat is voor mij de beste manier om een taal te leren. Samen met anderen en praten, praten, praten. Bij Agra focussen we dus niet op kennisoverdracht. We focussen op het leerproces. Dan komt de kennisopname misschien wel in een overdrive en beklijft het ook nog goed. Onthoud je het dan maar. En als je zo focust op dat leerproces, dan moet je leerlingen de kans geven om te spelen en te experimenteren. Je moet ze volgen en observeren. Je moet kijken hoe ze te werk gaan. Als coach hoef je ze niet te behouden van falen. Je hoeft niet te voorkomen dat ze zich pijn doen of dat het een keer misgaat. Je moet als coach juist weten te reageren als ze je om hulp vragen. Ik zal een voorbeeldje geven. Tegen dit joch zijn we allemaal geneigd te zeggen dat hij moet oppassen. Pas op, die soep is heet. Ik heb het mijn dochter wel 100 keer verteld. En dat vond ze elke keer ontzettend vervelend. Maar sinds ze zich een keer een beetje verbrand heeft aan de soep, hoef ik er niets meer over te zeggen. Nu wil ik niet zeggen dat we bij Agra alle kinderen zich moeten laten verbranden, maar een pleistertje zo af en toe vind ik echt geen probleem. Ik vind namelijk dat de meeste scholen kinderen te veel beschermen. Ze behouden kinderen van falen. Ze voorkomen het. Maar wat ze echt doen, is dat ze kinderen experimenteren afleren. Want tot dit in elkaar stort, dat is geen falen. Het is een mooi experiment om erachter te komen wat mogelijk is. Experimenteren is namelijk de makkelijkste manier om te leren. En dat weten we allemaal al heel lang. Wat willen namelijk de meeste mensen doen die dit zien gebeuren? Die willen het weer opbouwen. Daar hoef je geen slecht cijfer voor te geven. Nee, die willen dat zelf. Puur persoonlijke motivatie. Wat wil je doen als je dit ziet? Dan wil je natuurlijk opnieuw proberen die beer te pakken te krijgen. En als je net de bal gegooid hebt en je ziet dit, dan heb je toch de neiging er naartoe te rennen en nog even te proberen die bal erin te tippen door op te springen. Nou, en als dat niet lukt, nou ja, dan pak je de bal op en gooi je opnieuw. Je stopt niet met basketbal, je steekt er juist meer energie in. En als je dit ziet, heb je dan ook zin om er meer energie in te steken? Hoe voel je je en wat doet dat met een leerling als hij dit ziet? Ben je dan teleurgesteld? Geef je dan op? Voel je je een loser? Of denk je, ik krijg die bal er nog wel in? Stopt deze jongen met skateboarden? Ik denk van niet. We moeten dus als scholen een sport maken van experimenteren. Zo promoten we de creativiteit en creatieve oplossingen. We moeten van onze experimenten leren houden. Iemand die experimenteert is namelijk nooit een loser. Het is altijd iemand die iets bijgeleerd heeft. Iemand die gegroeid is. Als deze jongen aan zijn moeder had gevraagd of hij zo naar buiten mocht, dan had ze hem uitgelachen en gezegd dat hij 2 dezelfde sokken moest aantrekken. En ik heb laatst nog meer mensen zo zien lopen. Volgens mij heeft deze jongen juist een trend bedacht. Dus bij Agra geven we leerlingen de kans om te experimenteren, om creatief te zijn. We helpen ze te reflecteren, zichzelf de juiste vragen te stellen, te anticiperen en zo te leren en verder te groeien.
Nu vragen mensen mij wel eens, en wat doe je dan als leerling je inhoudelijke vraag stellen? Nou, dan zeg ik Google het. Of nog beter, Google hem of haar die er echt verstand van heeft. Een paar jaar geleden kwamen leerlingen naar mij toe en die wilden iets weten over de Great Barrier Reef, een groot rif ten oosten van Australië, waar je geweldig kunt duiken en snorkelen. En zij stelden voor dat ik de biologieleraar erbij haalde, die ik toch kende. En ik zei tegen hun, ja maar als ik die biologieleraar bel en vraag of die morgen komt, wat gaat die dan vanavond doen, denk je? Want ik ken die biologieleraar. Ik hoor hem nooit over vissen of over de zee praten. Het interesseert hem volgens mij geen bal. Volgens mij is hij nog niet eens ooit in Australië geweest. Ik weet niet eens of hij wel ooit buiten Limburg geweest is. En toen zeiden die kinderen, ja, die gaan waarschijnlijk vanavond daar even het een en ander over opzoeken. En toen vroeg ik, waarom kunnen jullie dat niet? En toen gingen zij dingen opzoeken. En toen gaf ik ze het advies, zoek het in het Engels op. Voor hetzelfde geld vind je dan iemand die daar in Australië onderzoek aan het doen is. En dat lukte. En doordat ze iemand vonden die er onderzoek aan het doen was, wilden ze ook met hem overleggen. Ze schreven hem een mail in het Engels. Dus ze dachten dat ze met biologie bezig waren, maar gingen hun Engels verbeteren. En toen ze eenmaal contact hadden met die meneer in Australië, kon die hun nog veel mooiere dingen vertellen dan dat hij ooit had opgeschreven in het artikel dat zij online vonden. Dus dames en heren, bij Agora promoten we dat er meer kennis is buiten school dan op school. Er valt meer te leren buiten school dan op school. En we hopen dat kinderen daarop afgaan en anders helpen we ze daarop af te gaan. We promoten leerlingen om buiten school te leren en om vervolgens terug te komen en om er met ons over te reflecteren. Bij Agora behandelen we iedereen dan ook met respect ongelijk. Want als je iedereen gelijk behandelt, dan kan dat helemaal niet. Dan kan niet de ene kind contact hebben met iemand in Australië, terwijl iemand anders in een winkel op de markt in Roermond gaat kijken. Kortom, we behandelen iedereen ongelijk, omdat iedereen een andere route en andere bagage nodig heeft. En ook andere behoeftes heeft. Zo bouwen we zelfvertrouwen op om onbevreesd op die toekomst af te stappen, waar we nog helemaal niet alles over weten. We leren ze dat leren een sociale activiteit is, dat je dat samen met anderen moet doen. Dat je daarvoor misschien wel een beetje moet netwerken. En dat dat tweerichtingsverkeer is, dat je ook iets terug moet geven aan het netwerk. Dus wij hopen dat het hele sociale netwerkers van de toekomst worden. Dus vanaf vandaag, vergeet wat je weet over onderwijzen en hoe scholen georganiseerd zijn. En begin met wat je echt weet over leren.